Hey, goeienacht, goeienacht. Nou, dat is hetzelfde dat ik mijn mandje uitkom, omdat mij iets dwars zit. Maar, toch, weet je, ik zit vandaag weer tv te kijken. En dan zie ik de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, aan tafel bij Jinek zitten. En hoe langer ik erover nadenk, hoe meer mijn nekharen eigenlijk overeind gaat staan. Weet je, een burgemeester, dat hoort een burgervader te zijn. Die hoort er voor zijn volk, voor zijn Rotterdammers te staan. Die boodschap hebben dat ze daar eigen zorgen maken om die 2G-maatregel. En wat ik nu dan zie bij Jinek, dat is ontkotsen ten eerste hoe die alles probeert klein te maken. Nee, dit is niet, dit zijn geen jongeren die, hoe noemde die het nou, die eikel? Nou, in ieder geval relschoppers, nee, zijn het niet, weet je. Je mag er ook bij gaan vertellen dat de rommel in Rotterdam zo opgeruimd was. Dat de bakstenen klaar zijn gelegd. Politie Rotterdam, vergeet niet, dan kan ze nu de handen in onschuld wassen. Er heeft een Eurogent Force team bij jullie op de Coolsingel gestaan. Hoogstwaarschijnlijk is ze in training geweest voor het BOOP. 10. Die Braziliaanse speciale eenheid. Maar dat breng jij niet naar buiten, Abu Taleb. Nee, dat doe jij niet. Ik vind het levensgevaarlijk dat jullie dit protest de kop in willen drukken. Dat jullie onderscheid maken tussen de mensen die in de marsen meelopen. Want je weet niet eens waar je het over hebt, weet je. Want heel veel van deze mensen die hebben ook diezelfde avond op de Coolsingel gestaan. Alles stond er. Dus ga geen verdeeldheid creëren. Want het is gewoon een strijd die geleverd moet worden. En zolang politie hun Romeo's in blijft zetten. En nu zoals ook een BOOP-team. Er heb een BOOP-team gestaan. Dat is een Braziliaanse eenheid. Deze eenheid is erin gespecialiseerd om het doelwit uit te schakelen. Dat betekent bam bam, kogel doorheen, dood, afvoeren. Dat doet het Braziliaanse BOOP-team. En dat heb in Rotterdam gestaan om het Eurogent Force team, dus het Eurogent Force Army, want het is een leger, het is een Europees leger, is het gewoon aan het worden, om dat te trainen. Op onze Hollanders, op onze demonstranten die daar voor de rechter staan, die daar opkomen voor hun zelfbeschikkingsrecht, omdat ze niet mee willen in een 2G-maatschappij. Dat is er aan de hand. En dan kan je dat protest de kop indrukken en dan kan je het sturen en laten escaleren om de verdeeldheid te creëren door degene die klakkeloos al kut staatspropagandapraatjes aannemen. Maar zo steekt het niet in elkaar, meneer Abu Taleb. Kom nou maar gewoon een keertje tussen ons en gaan praten dan. We hebben mensen daar gestaan die gewoon neergeschoten zijn. En dan kan je zeggen dat er geen doden zijn gevallen. Nou, ik mag het hopen. Maar het is wel, waar rook is, is vuur. Ik heb zelf de streams gezien met mijn eigen oogjes. Dat er inderdaad mensen met slagaderlijke bloedingen hebben gelegen. Ik heb geen ME-man zijn uniform uit zien trekken om eerste hulp te verlenen. Die is niet met een baksteen tegen zijn borst aan gegooid. Zo steekt het verhaal helemaal niet in elkaar. Burgemeester Abu Taleb, je zwetst uit je nek. Je bent in schending van je integriteit. Dat ben jij. Die moest ik even kwijt. En er is nog meer aan dat verhaal. Weet je, als je zo... weet je. Ik kom net mijn bandje uit. Ik kan er gewoon niet van slapen, weet je. En dan zit ik die uitzending een beetje terug te halen. In mijn hoofd. En dan hoor ik die Abu Taleb, hoor ik dat uitspreken. Dat gaat hem niet worden. Weet je, zo steekt het verhaal helemaal niet uit elkaar.
of in elkaar. En wat hun met bezijdens de waarheid doen, wij komen met de waarheid naar buiten. En dat zullen we blijven doen, want we stand our ground en we houden onze rug recht. En samen zullen we sterk staan. Seleentje Kanjaar, trots op jou. Je hebt goed gestaan de afgelopen dagen, mag ook gezegd worden. Nou, weinig licht, ik ben zo brak als de neet. Ik wil mijn nest en ik wil slapen, maar hij moest er gewoon even uit. Weet je, dan zit ik daar te kijken en die man die is niet goed, die is levensgevaarlijk. Ik heb hem dingen uit horen spreken. Ik denk, dat is je handen in onschuld wassen, weet je. Je hebt bloed aan je handen, er kleeft zoveel bloed aan je handen, want je weet ervan, daar word ik boos van. Dus dat... Nog een poging om mijn mandje om te zoeken, maar die moest er even uit. En ik moet zeggen, het lucht wel op nu ik kan ventileren. Want ik weet dat dit wordt gezien, weet je. En dat ook ik doe dit gewoon om mensen wakker te schudden, zaadjes te planten. En ik weet gewoon dat ook mijn streampjes bekeken worden. En ook al is het er maar één die zijn fucking oogkleppen afgooit, weet je. Laat het er eentje wezen. Ja, dus dat. Ik moest hem weer even kwijt. Ik zal zeggen, kijk hem even terug. En ik ga ook even kijken. Nog een rondje Facebook. Nou, ik weet dan... Marco, die is dan geopereerd. Nou, dat verhaal, dat kennen we. Nou, gelukkig is die aan de goede hand. Die... jongen die in Zlies is geschoten. Ik heb een naam horen roepen, maar ik ken die jongen niet. Dus dat ik weet het niet. Ik hoor zoveel, maar ik bedoel, anderhalf jaar geleden waren mijn lijnen nog zo sterk. Dat ik gewoon Bob bellen, eerste hand. Maar er loopt zoveel nieuwe aanwas. Dus ik kan niet zeggen, dit is het verhaal of dat is het verhaal, want dan zwets ik aan de nek. Nou ja. Werkt er integer voor. Hey, goeienacht, nachtbrakertjes allemaal. Goeienacht, Mita. Nou, wat rusten, Thea. Nee, dat klopt. Je moet even misschien terugkijken. Ook, met nadruk ook, het Eurogent Force Team heeft op de call single gestaan. Maar ook het boopteam. Een boopteam is een Braziliaans team. Dat is een speciale eenheid die doelen uitschakelt. Dus die schieten met scherp, het liefst gewoon met één kogel om een doelwit uit te schakelen. Dat heeft in Rotterdam gestaan om het Eurogent Force Team te trainen. Ja, maar dat gaan ze never nooit naar buiten brengen. Dat snap jij natuurlijk wel. Ze zijn bezig met die agenda uit te rollen. Maar je ziet... welke stappen ze na wandelen. Maar houd je rug recht. We moeten. We zijn ergens. Je weet hoe dat gaat. En het is hetzelfde voor mij hoor. Ook ik ben ooit eens opgestaan. Maar je kent niet meer terug. Weet je. Dus die sneeuwbal die rolt. En dat bedoel ik de laatste dagen daarmee te zeggen. We groeien. En de kennen ze ons shadowbannen. De kennen ze ons klein houden. Maar op de barricades kennen we elkaar, weet je. En dat is gewoon belangrijk. Nee, ik kan niet slapen. Ik zat volgens mij die Hinek te kijken. En daar zat Abu Talib zat daar aan tafel. En je moet maar even mijn streampje gewoon terugkijken. Want ik was gewoon woedend. Ik heb die vent heb ik uitspraken horen doen. En dan denk ik, visitering hond, dat is gewoon zuiver staatspropaganda. Je liegt heel de tyfuszooi bij elkaar. En weet je, je gaat strijders langs de mand, ga je een beetje elkaar kennen, weet je. En dan hoor je de verhalen en dan nee. En dan hoor ik hoe ze het naar buiten brengen. Weet je, ja, ik hoef het jou niet uit te leggen, maar dat is dus waarom ik niet kan slapen, Mita. Dus daar heb ik deze stream even over gemaakt. Ja, het gaat op zich wel goed, moet ik eerlijk toegeven. Alleen, als je dan tv kijkt, dan ga je haren recht overeind staan, weet je. En ik lag in mijn bed.
Nou, en het ging alleen maar harder malen. Ik denk, dit moet ik ventileren, weet je. Want ook ik ben een mens en... Ja, het gaat je toch een beetje raken, weet je. En vooral omdat je de mensen kent. Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten, weet je. Het is ook hartstikke duister of ze nou daadwerkelijk doden zijn gevallen, ja of nee. Nou, hoe harder tv roept van niet, hoe meer ik zoiets heb van, oh jawel. Maar ja, ik heb dat niet uit eerste hand nog bevestigd, weet je. En dan zie ik hoe ze draaien. En dan zie ik hoe ze het de kop in willen drukken, hoe ze het de verkeerde kant op willen sturen. En dan denk ik, nee, weet je, eikels, wij willen gewoon het fucking bindend referendum. Want zo kunnen wij zelf stemmen of wij die 2G-maatregel willen hebben. Maar ja, ik heb natuurlijk ooit in dat torentje gesprek gezeten, 2 keer. En tot 2 keer toe hebt u ons midden in onze visie, in ons face, hebt u ons uitgelachen, in ons gezicht. Dat bindend referendum er niet gaat komen, dat weet die longhond al lang. Weet je, ja, en met die wetenschap, daardoor lig ik nu wel even wakker. Ja. Nee, dat was het zeker niet. Ik was mij nog niet opgevallen hoor, want ik dacht ook dat het alleen maar zo'n Urgent Force Army was. Maar Boopteam heb erbij gestaan, Mita. Nou, dan weet je het wel, hè. Die stonden daar om Urgent Force te trainen. Nou. In de wetenschap, de eerste boerenprotest, heeft politie Haaglanden zelf tegen mij gezegd van... Hey, honey, je weet dat we vanaf 1 januari met scherp op jou mogen schieten, hè. Weet je, ik heb die eikel daarna nog een keer gesproken. En dan willen ze het... afstrijden, weet je. Maar die koppen vergeet ik niet, die mij met dat soort bedreigementen komen aan te eigenen. Weet je, en nu, wat zijn we verder? 2 jaar verder. Weet je, het wordt nog harder, jongens, weet je. Het is, zover ik heb begrepen, zijn de panden en de kleine winkeliers gewoon met rust gelaten. Want dat wordt ook opgeroepen. Weet je, laat de kleine middenstander met rust. Laat brandweer met rust. Laat ambulance met rust. Dit gebeurt ook, weet je. Maar er komen wel dingen naar buiten. De puntje stemmer. De domme achterlijke koe stemmer, weet je. Die gaan wel een soort wrok krijgen, want die zitten nu wel in daar, ik ben gevaccineerd, en dan kan ik nog niks, en die gaan de fouten niet toegeven, dus die gaan kotsen op ons, die gaan afleggen geven, dus het wordt, en door dat soort burgemeesters, weet je, die vieze longhond, krijg je alleen maar een grotere strijd. Wacht hoor, want ik lees niet, hè. Ik krijg toch opvliegen van ook, ik ben de bloedlink, kom jongens, echt. Ik ga deze even afsluiten. Omdat dat een boodschap was. En dan kom ik even in een nieuwe stream retour.